allereerste keer dat een kind dat doet. En als hij niet weet hoe het moet en ik kan niet lezen schrijven. Ja, nou, ik zeg je dat je deze week zou schrijven. Ik kan vragen. Echt waar. Ik heb nu van de week aan de telefoon gehad, maandag. Ja, ga mij de telefoon doen. Ja, ik zal even... Ja, nou, kan ik geven. Hallo. Ja, met Walsmint, wat is uw naam? Hier is. Yes, dat zal ik eerst eens even opschrijven. Ga maar even je district zetten, dan kom ik even daar naar de cadans toe. Want ze weten al wie ik ben, dus geef maar gewoon even je chef. Je moet niet doorwinnen naar mij zo, jongen, daar hou ik niet zo van. Ja, maar hij zegt dat je niet goed in hier krijg je het ook niet. De heer Walsmint, meneer Walsmint, de echte, de grote, ja. Ja, de hele grote, weet je. Je ontzegt niet wat ik gebouw heb, dus geef maar je chef, dan kom ik even naar je toe. Ja. Je bent er niet doof, of wel soms? Nee, wat ben je dan? Je komt zeker niet uit Den Haag, hè? Ik kan het niet. Nou, dan ben jij een vieze laffe kankerhaag geweest, want je praat niet zoals mij. Dus je moet niet zo bij de hand gaan lopen doen daar. Want de volgende keer kom ik boven en je weet wat ik flik, hoor. Maar ik kom nou naar boven toe. En ik ben al je richting aan het draaien. Jij gaat mijn kind niet in de maling nemen. Dat je mij pakt, moet jij weten. Jullie hebben een antipie tegen de maag, tegen Walsmint. Dan moet je gewoon eens een keer mijn water uitdagen, weet je? Kankerknuppel. Want je loopt nou gewoon bij de hand te doen. Je wil mij improviseren door de telefoon. Ik heb die andere chef al eruit gewerkt. Maar jij kan ook volgen, hoor, Tinus. Want je bent ook maar van vlees en bloed, weet je? Jij moet ook blij wezen dat wij in de WW lopen. Anders heb je einde van de maand ook je geld niet. Maar je moet wel zorgen dat wij het een keer hebben. Ja, hang maar op, strontzak. Dank je, strontzak. Ik heb al een paar jaar last met de woningbouw. En ja, al een paar keer gevraagd of ik met de directeur kan spreken. En of ze me gebreken willen maken. Nou, ze willen niks maken. Dus ja. Je weet dat je huur moet gaan betalen. Maar het zou wel leuk wezen als ik dadelijk daar kom. En ja, ik ga met de helft terug naar huis en het is geregeld natuurlijk. Ja, want nog eventjes, het bedrag wat je wat zij willen hebben is... 5100 euro. En hoeveel heb je daar in je zak zitten? Ik heb hier 3000 euro. En die willen deurwaarderskosten en alles erbij. En die betaal ik niet. Dat is niet mijn probleem. Dus jij hoopt gewoon met 3000 eraf te zijn? Nee, minder nog. Ben je goed? 125? Dat zou mooi wezen. En naar andere woningen en dan gewoon hoef ik geen schadevergoeding van hun, dan ken ik hier weg. Even goed lopen, sla ik er daar weer eens een hoop dicht. Dit wordt gewoon verkocht. En waar ze op moeten knappen, daar gaan ze gewoon niet op knappen. En hier komt dan een kankermoskee. Ja, dan moet je lopen, hè? Halve tam, hè? Die kankerneus. Kankerturk, hè? Hallo. Goedendag. Hallo. Hallo. Ik wil het netjes betalen als huurder. Ja. Ik ben bereid 2500 euro hier neer te leggen, contant. En dan gooien jullie die lijst open en dan kan ik een ander huis kiezen. Ja, maar voordat ik ga betalen, ja, zal ik toch zwart op wit hebben wat jij met mijn huis gaat doen. Want je hebt vandaag de tijd hebben gehad met de rechter om te beslissen. Nee, de rechtszaak loopt op 3 maart. Nee. De huurtermijn loopt deze maand af. Dat was de rechter. Nou goed, ik ga erover niet in deze discussie met. Dan wil ik je baas spreken, want zo kom ik niet verder. Want jij stuurt me elke keer weg. En ik wil de woning verlaten. Want Goed, we gaan nu toch de discussie aan. En dat vind ik dan zo jammer, want ik denk van... Ja, wat kom ik hier dan doen? U heeft mij gisteren... Mijn advocaat wordt niet op gereageerd. Op mijn 35 brieven die ik heb gestuurd, wordt niet gereageerd. Ik heb hier een brief. Ja, die is in 29 november gestuurd met alle klachten. Meneer Walsmint. Jullie zijn nog niet geweest, dus we willen gaan onderhandelen. Meneer Walsmint. Ik zit gewoon in een krot.
Jullie hebben de stopcontacten gemaakt, hè? Hij is weer doorgeslagen. Nou komt die man van jullie, van die elektricijn. Hij zegt, je hebt wel veel vocht in huis, kijk je uit. Nou kan ik nog ineens een ijskast in de keuken aanzetten. Mijn televisie kan ik niet aanzetten. Het is gewoon schande, echt waar. En ik kan niet de directeur spreken. Dan. En nou spreek ik met Fidel. Of niet? Ja? Oké. Mol. Ja. Hoeveel hebben we er nodig? Oké, bel me even over een uurtje terug, ja? Oké, hoi. Schrijf eens op. 70 matten en 480 startblokken. Ik ben nu een beetje een pandje aan het zoeken. Want er moet wel een nieuwe zaak geopend worden. De klanten gaan gewoon door, dus ja, ik moet gewoon wat even regelen. Dat is te klein. Ik kan 3 fietsen in. Twee en vier. Geloof ik. Ja, dat is een roepband bij. Jij daar? Koes daar? Nog één.
Zo, zelfgemaakte ijshars. Met de ijspoelenmeter. Van afval. Dit wordt gemaakt dus van dit blad. En er gaat een grote trommel in. En er staat een mixer op. En dan ga je gewoon een half uurtje ga je mixen. Met zeven erbij, twee zeven. En dan haal je de zeven eruit. En dan ga je dat zeven en dan heb je zo'n stukje over. En dat laat je dan drogen. En dat ga je in een pers doen. En dan heb je die mooie plakjes. Of je maakt er euromuntjes van. Of je eigen naam. Het is wiet, maar ik weet niet, als ik hiermee naar de rechter ga, ik weet niet wat die man gaat doen als ik met die zak zo in mijn armen staat. Dus ik weet niet of het mag. Ja? Ik kan hier nog een rondje maken. Ik kan ook verder gaan, hè, verlies je die ruimte weer. Kun je de planken tussen zetten, zeg maar. Ja, doe maar. Zeg hier die rond. Ja, dus kom het alleen dadelijk even dat even achter zetten. Ja. En even verder. Ja, even achter. Ja, hij is wel vervelend, hè? Er komt een gat in de muur, dat gaan ze dadelijk zagen. Er komt hier nog een kroosel bij. Dit wordt helemaal dicht. Er komt een vlaag plafond in en alles. Oh, dat is ook mooi. Is goed. Ja, toch? Ja, hoe meer hoe beter. Ja. Is goed, heren. Als het open is, krijg je een uitnodiging. Is goed. Ja? Doe ik wel, doe ik, echt waar. Ja, en doe Gino de groet in. Oké. Onderin gezet en de verwarming is over aangelegd. En nu moeten wij alleen nog die plaat tegen de muur aan doen en dan neer gaan richten. Ik heb gedood geloof met Lem. Ja, het is gek met die hond, hè? Nee, niet man, hè. Papa ook al bij, wij niet met onze school. Wacht even, dat is wel voor niks. Kom hier. Cor. Dit is met suiker. Nou, als ik aan mijn kleren bijten. Wat doe jij dan in het dagelijks leven? Ja. Werken. Ja, waar precies? C1000 slagerij. En als ik thuis kom, dan ga ik tv kijken. En wacht tot ik weer kan slapen. En dan weer opstaan en weer werken. Dus... Alles hebben we zo zwaar. Ja, het is toch zwaar. Vandaag niet werken. Ook. Nee, ik loop nu in de ziektewet. Dus... Ik wou nooit leren. Soms wel, soms niet. Laten we het zo zeggen. Ik had gewoon een... Ik ging wel altijd naar school, maar ik wou altijd weer ook weer vroeg naar huis. En dan zorgde ik gewoon dat de les werd uitgestuurd. Toen kreeg ik daarvoor kreeg ik een ruzie met een meester. Die wou me eruit trekken uit het computerlokaal. Omdat ik niet op MSN zat in plaats aan mijn werkstuk. En toen ging hij me duwen aan mijn borsten, zeg maar. Maar echt aanraken gewoon. Dus dan had ik hem getrapt in zijn ballen en gespuugd in zijn gezicht. En toen heb ik mijn vader gebeld en die kwam weer naar school toen met mijn moeder. En die gooide bij de computer van de, hoe heet die ook weer? Wat was dat? Directeur of zo, ja. Toch? Directeur gooide die bijna eraf. En toen werd ik van school afgegooid. Hoe was je vader dan toen? Een boze aap. Niet zoals hij nu is. Nu kan ik gewoon lachen met hem. Vooral als hij echt goed stoned is, kan ik echt met hem lachen. Ik ben altijd blij als je 's morgens oprot. Ik ben ook altijd blij. Ik zou niet de hele dag in één huis kunnen blijven met hem, maar ik zou ook niet zonder hem kunnen. In dit huis kunnen we echt niet samen zijn. Ja, 's avonds, want dan is het lekker lui. Steunt. Inderdaad, leuke dagen. Ja, vervelend mannetje dat. Ze hebben een hele week een pakhuis opengelaten. Ze komen er na 8 weken achter dat er gaten achter in de muur zitten, wat ik al met de kerstmis had gezegd. De achterkant moet nog gesloopt worden. De vrieskist die moet ontleed worden, want anders blijf je daar altijd kou houden. Die platen moeten eraf, want anders blijft het daar koud. Het dak is nu goed, daar mag niemand op lopen. Wat krijgen we nog meer, weet je? Wat krijgen we nog meer? Ja, dat ken niet. Ken niet. Daar heb ik geen winkel voor gehuurd, klaar.
geweest. Hé hey Johnny, we maken hier bovenaf. En zeg, weet je, ik ga je nu één ding zeggen. Jij gaat je spullen pakken. Binnen een kwartier zorg je dat je alles weg hebt. Jij krijgt een briefje van mijn advocaat. En jij komt terug op papier met Guus samen, ja, wat jullie gaan doen. En dan gaan we dat eens bespreken. En voor de rest wordt hier niks meer gedaan. De spullen pakken van de jongens, anders gooien wij met z'n tweeën naar buiten. Ja, oké, dus ik geef jou een kwartier. Ik geef jou een kwartier om die spullen te pakken, anders laat ik mijn advocaat jou rechtstreeks bellen en dan doe ik jou nu een schadeclaim. Ja? Jij gaat wiebelen met die spullen uit mijn winkel en je wacht tot maandag Guus terugkomt en jullie komen terug. En dan is mijn advocaat heel misschien bereid, als jullie de uren weer betalen dat hij hier even komt zitten, om met jullie op papier te gaan zetten wat wij gaan doen. En voor de rest ga je lekker buiten staan en die stijgen ook vanmiddag voor mijn deur weg. Je moet praten gewoon normaal tegen me. Nee, want ik praat ook normaal tegen jou. Gewoon niet zo agressief. Jij staat mij te beweren. Ik sta niks. Jij staat mij te beweren dat ik het tegenhoud. Nee, jij maakt geen afspraken. Jij zegt 3 dagen. En het kost mij 5 dagen. Wacht even, jongen. Dat wind is rot. Nee, heb jij niet gezegd. Er is gezegd met Guus. Je hebt het toch gezien, man. Je hebt het toch gezien. Dat kom je daarna pas achter. Ja, natuurlijk kom je daarna pas achter. Ik heb er geen rust over. 4 dagen. Ik kan dan niet kijken. Als ik niks zie, kan ik dan niet zeggen. Ja, nou, dan moet je gaan overleggen. Jij denkt, alles wat jij dat is gaat en goed en weer en wij allemaal klootzakken. Nou, ik zie het dat je echt. Want mijn deur is nou weer verzakt. Die gaat weer niet dicht. Gaat die finish allemaal verrot? Nou, het is straks stond je personeel tot die deur even te maken. Nou, er zit gewoon een van rotte kozijn, als je dat nou zegt. Ja, tuurlijk. Maar heb jij het ook gemaakt, jouw personeel? Ik heb het niet gemaakt, we hebben net afhangen. Nou, pak jij lekker je spullen, ga lekker je kanker zo buiten zetten. En verlaat mijn pandje gewoon. Ja? We gaan straks weg en dit maken we dicht. Oké. En dan nemen we afscheid van elkaar. Is goed. Dan nemen we een hele goede aanhebberzoek. Ja, dag Beunaas. Hoi. Nee, dat moet je niet in je mond houden, Beunaas. Dat zeg ik tegen jou, dat zullen we nog meer vertellen. Dat moet je niet in je mond houden. Dat zeg ik gewoon. Je bent geen normale aannemer. Nee, ga je dat terug? Dat zeg ik gewoon tegen jou. Ik ben geen Beunaas. Nee, wat ben je dan? Een normale aannemer? Ik ben een aannemer. Ik heb toevallig die papieren, ja. Laat alsjeblieft naar met rust, want je hebt nog nooit die stijger vastgezet, joh. Dat is toch ook van een stijger van 2 meter? Wat is dat voor ramp? Dus die kan gewoon niet vallen. Die valt niet. Nee. Ga dan gewoon weer weg. Ga naar buiten gewoon. Wat wil je nou dan? Ga dan gewoon weg. Nog Kees. Dan moet je niet bij de hand gelopen doen. Bij de hand. Moet je niet bij de hand gelopen? Wat is er dan? Nee joh, ik ben helemaal niet man. Dan kan ik nog over de deur weg. En je had de stijger in het team. Dat heb ik de fout in. Ja? Je gaat gewoon heel mijn winkel van nu verlaten. En je spullen het ook laten halen. Moefie. Beunaas. Vuile mafkees. Wat een mogol ben jij, zeg. En wees hem met een schadekleding krijgt, jongen. Geloof het nou maar. Je laat je toch maar op het internet en jij kan lachen. Mafkees. Diablo, hè? Ja. Met zijn bordje, hè? Mijn papa gaat, hè? Hallo, met John. Alles goed? Oké. Okay. Mag ik 2 maal saté? Schotel. Ja, schotel. 1 broodje gewone zwammen. 5 knoflook en 2 uien. Ja? Oké, okay, jongen. Bedankt. Hoi, hoi. Geef eens kus, mama. Koken jullie er zelf wel eens ook, of niet? Ja, joh. Voor de kinderen. Die hebben bijvoorbeeld van de week nassen gegeten en dan Johnny eet andijvie. En ik niet. Ik eet dat niet. Ik eet altijd zwammen of biefstuk of wat heb ik nog meer? Kipzwammen, maltevlees. En patat erbij. Nou zeg. Weet je, ik zet ongeveer 8 of 9 bakken. En dan drink ik wel 2 van die potjes leeg op een dag. Dus 15 bakken koffie minimaal. Dan komt mijn strot uit om 4 uur en dan moet ik ook echt niet meer. Maar dan met een grammetje of 8, 9 wiet erbij, lukt het wel. Papa, 1-0. Voor Joni? Ja. Dat is alles. Ja. Ik krijg mijn sleutel gewoon niet meer aan.
Had jij nu niet dicht? En ik moet elke 3 maanden ook moet mijn sleutels veranderen, want ja, volgens mij is dat ding helemaal vergaard. Maar ja, dat gaat niet. Ze willen ineens mijn water niet huizen. Nieuwe stoelcontacten moesten erop, krijg je ook niet mee op, hè? Hoe moet je mij dan? We zijn hier altijd verkouden en altijd ziek in dit huis, zeg maar. Benen zijn altijd koud, mijn handen zijn koud. En ik heb een kachel aan gooien, maar dat is onbetaalbaar gewoon in deze woningen. Dus ja, toen heb ik gewoon gezegd, we stoppen met de huur gewoon klein, laat ze maar eens gaan maken. En dat is er nou zo, zeg maar, 3 jaar ingesleten dat ik nu weer betaald. Waarom gaan jullie niet gewoon ergens anders wonen als je het zo gehad hebt? Ik weet niet of je het rechtssysteem in Nederland kent, maar als je huurschuld hebt, mag je niet verhuizen hoor, vriend. Ik weet niet hoe jij leeft. Als je huurschuld hebt, mag je in heel Nederland verhuizen. Ik sta overal stadig met de grote... misschien wel een rode streep of een groene streep. En meneer Wals mag niet verhuizen, want ik heb huurschuld bij Stadion. Klaar. Het enige wat ik kan doen is bij een makelaar gaan zitten. Maar dan zit ik op de 9 op 1000 euro. Dat kan ik niet bekostigen. Krijg je dus dezelfde plekken allemaal weer in het behang. En dan niet alleen daar. Je hebt het hier. Hier zo. Hier dus ook. Hier. Nou, mag ik de behang weer niet aftrekken, want dan zijn ze bang dat ik ja, misschien alles wel meetrek. Ja, hallo. Dag meneer Walsmeer, u spreekt met Ruud Webeling van Stadion. Goeiedag. Dag. Hallo. U woning niet uit, hoor. Nee, dat... het is heel toevallig. Mijn slot doet het weer niet. Ja. Dus mijn sleutel gaat er wel uit, ja. Maar de deur kan niet dicht. En ik heb om 11:30 een afspraak met Menno. Ja. Dus ja, misschien kunnen jullie even iemand sturen om even het slot na te kijken. Ja. Jij hebt afgesproken dat er een behangproef zou komen in jouw woonkamer. Omdat jouw muur elke keer uit elkaar valt. Ja. Dat heeft zo lang geduurd totdat het uitgevoerd zou worden dat jij al behangen hebt. Behang is inmiddels versleten. En jij zegt van ja, ik wil opnieuw behangen. En de deskundige die naar jouw muur heeft gekeken, heeft in feite in dat rapport gezet dat behang kan je er niet afhalen zonder dat je de grote kans loopt dat de muur... uit elkaar valt. Ja. Nou, we zouden een test doen met die muur. En nu zegt de woningbouwvereniging... er zit behang op, dus we doen er helemaal niks meer aan. Ik heb naar de rechter geschreven... het behang is versleten en moet vervangen worden. Maar de proef wordt niet uitgevoerd. Wordt tegengehouden door de woningbouwvereniging... omdat uitvoering ertoe leidt dat ze jou dat ze toe moeten geven... dat je woning niet voldoet. We willen na 4 jaar wel eens een ander behangetje, want ik rook 15 gram wiet in mijn huis. Dus mijn muren zijn geel. En nu wil ik een mooie palmboom op mijn muur maken. Ik weet zeker, mevrouw de rechter, als ik het eraf haal, ja, dan hebben ze een probleem. Want dan ben ik morgen op kantoor, dan moeten ze gaan metselen. Ik ben helemaal gek, ik loop bij 3 spigiatas. Ik kan gewoon niet leven in het huis. Kunnen we niet gewoon zien dat je een keer bij me thuis komt kijken? Menno, maar zij, die rechter, heeft veel te grote bek voor de leeftijd. En ze kan mij lekker mijn pijp opblazen. Als ik niet betaal, betaal ik niet. Kankerrechter met een nieuwe gekankerkop. Ja. Dus een lul toch uit de kankernek? Nee, maar die rechter heeft het gevraagd. Niks met die rechter te maken. Je hoort wat die rechter ook zegt tegen jou. Dan gaan we nog hoge beroepszaak in. Laat die andere rechter het dan maar uitmaken. Laat me nou even mijn werk afmaken. Eerst maken, dan betalen. Op kanker met die woningbouw. Betaal niks. Wat er nou gebeurt, joh? Ik scheid een hele kanker Nederlandse overheid hier. Kankerjongen! 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 K
miljoen, 500 camera's. Kijk hier, hekje daar, net overal is dat helemaal ingebouwd. Uitbreken kun je ook niet meer naar de wedstrijd, want je gaat in één gang weg. Vroeger liepen we bij de MIA, hadden we 3-2 gewonnen, liepen we buiten, braken we uit, liepen we helemaal om. Hadden we daar een mooie knokpartij. Vroeger ging je met 4000 man, waarvan er gewoon 2600 liepen te schuimbekken. Nou, daar kan niemand ze tegenhouden, geen politie, geen niemand niet, niemand. En dan ben je gepakt, dan ben je het celletje ingegooid, ging het licht uit, kreeg je een paar kankerklappen van de fatien kant. He. En dan ben je het celletje uitgegooid, dan was het opa. Als het helemaal losgaat en je staat ertussen, het is gewoon een adrenaline kick, dat kan niks tegenop. Het is lekkerder als een wijfneuken. Toen ging ik elke wedstrijd, dan zag ik nog 5 minuten van de wedstrijd. En daar zit ze weer lekker gemakkelijk in voetbal te kijken. Ja, het blijft toch weer leuk, andere manier. Na meer een dagje uit. Schimmel. Ja, dit is in feite als het vochtig geweest is, ja. en er zit vocht achter tussen de muur en het vinyl. Behang was vinyl, dan kan het vocht niet meer weg. Dus normaal als het gewoon behang had geweest, had het gewoon het vocht door het behang getrokken, had het gedroogd. En nu omdat het vinyl was, kon het vocht er niet meer tussenuit, niet meer weg. Vandaar dat je schimmelvorming krijgt. Nou, ze hebben het nu eraf gehaald. Het blijft erop zitten. En ja, maar er staat wel een schimmel op mijn muur. Die rechter kan van mij de kanker krijgen. Ga ik nou eens beschimmeld behangen? Er was toch geen vocht in deze woning? Zal ik het dan zo doen? Er zit een spijker op die muur. Tot die spijker laten behangen. Waar het beschimmeld is, laat ik niet behangen. Ja, dan. Deel 2, hè? Goedendag. Hey. Hallo. Hij moet nog even naar beneden, over de tafel. Ik weet niet of je hem hier kwijt kan. Ben ik nu hier? Die en die. Tot de spijker. Ja,
eerste. Kijk, nou, wat kijk dan, hé. Dat is netjes. Gefeliciteerd, moeder. Dankjewel. Ja, dat vind ik leuk. Ja, nou, gefeliciteerd, hè. Dankjewel. Alsjeblieft. Hé, dankjewel. Oh, ik heb geen handen niet, hoor. Doe de shit. Of kanker, hè. Roken die shit. Niks ervan. Nou. Nou, zo'n goede zaken en een hoop mag verdienen. Au! Yeah! Daar de winkel officieel geopend. Ja, dan gaan we een rode kop ervan, joh. Goeie gang, ja, wel sterk. Hij is vers, dat merk ik wel met deze, hoor. Tering. Toen ik deze cola fles pakte, vroeger waren die flessen nog van glas. Toen sloeg ik hem op zijn schedel, zo van achteren. Toen heb ik hem nog één keer mishandeld met een hockeystick. Ik heb altijd een opdracht in mijn hoofd gehad. Als ik 's ochtends naar buiten ga, dan heb ik geen werk. Ik ga geld verdienen en hoe dan ook. Ja, zo is het leven. En iemand die dat niet zegt, ja, dat moet u niet weten. Maar ik wel. Klaar. Ik heb voor mijn kinderen heb ik luiers moeten kopen. Toen ze in de luiers waren nat, had ik ook geen baas. Ik had duizenden bazen versleten. Ik woon in Lelystad, was ik door de justitie neergezet. Ik heb daar bollen lopen rapen op het veld voor 7 euro of 7 gulden toen die tijd. Maar ik had wel aan van de week had ik luiers voor mijn kinderen, weet je. Ik heb altijd goed voor mijn kinderen gezorgd. Ik ben nooit bij de pakken neer gaan zitten, klaar. Dat niet. Er was altijd wel wat te verdienen. Dan maar een damwandje ergens bij de A13 weg of ergens een huis lopen wat nog niet gesloopt moest worden. Klaar. Je had altijd wel een zakcentje, klaar. En de sociale dienst was vroeger veel makkelijker tegen ons. Ik ging er naartoe en ja... Gooide de ramen eruit, ik moet mijn geld hebben, een kinderkamer, mijn kind was volgende maand geboren. Nou, dan kreeg je geld voor je huis in te richten en kinderen, maar dat heb je nou toen niet meer. Dat is allemaal over, je moet nu echt werken voor je centen. Deze winkel is gewoon legaal wat je hier allemaal verkoopt. Ja. Hier is alles wat je hier ziet is gewoon, dat mag ik in het zicht zetten en dat mag ik verkopen. Sommige dingen weet ik net weer niet, want daar weet ik, ben ik nog mee bezig. Maar net zoals, we hebben natuurlijk ook spullen in de zaak waar je handen aan kan branden. En dat staat er dan ook op. Ja, en dat leggen we dan ook duidelijk uit aan de klanten, weet je. En dat staat ook een sticker op. En dit mag waarschijnlijk niet zo neergezet worden. Dat moet ik achter in mijn ijzeren kast hebben. Dus er zijn dingen die je gewoon een beetje op moet letten. Maar de rest is... hier heb ik ook mijn twijfels over. Dat is weer nieuw. Dat is even nergens meer te krijgen. Dat kan nog kutter. Maar het is wel een steekwapen. Maar... Weet je? Net weer tegenaan. En dan heb je dit erbij. Iedereen denkt dan gelijk, maar dit is gewoon een kanakutta, dat is gewoon om je stekjes te snijden. Je snijden ze de plantjes mee. Er zijn natuurlijk mensen die sparen een heleboel, alles waar hennep op staat of wat nou wietblad op staat, dat sparen ze. Dat is een telefoon, die kun je in je hokken doen en als dan iemand ongewenst in je hok komt, gaat mijn telefoon af en dan rijd ik er naartoe. Als die weg is, heb je geluk en als die er nog is, heb je pech. Kijk, hier zit de telefoon in. Hier is die. Die doen we aan. Die doen we een code in. Mijn nummer erin. Van nog 2 of 3 mensen erin. Waarvan dan degene die dat heeft staan. En dan kunnen we op tijd meestal erbij zijn. Dus...
Het wordt steeds moderner, hè? Een soort alarm. Ja. Maar dat is toch een beetje, dat is eigenlijk wat een beetje op het randje staat natuurlijk. Ik bedoel, dat geeft wel aan dat je dus dingen doet die niet kunnen. Maar dat op het randje sta je beschreven, niet op de pier als je wil springen. Dit is toch normaal? Als ik mijn huis wil beveiligen, mag ik dit toch ook niet hangen? Dat, niet alleen, dat ik een wietwinkel heb, maar het kan net zo goed voor mijn haas wezen met antiek of wat dan ook. Dat maakt mij geen reet uit waar het voor gebruik. Het ergste van dit is, sommige mensen kunnen het ook niet betalen. En dan ben je erg ziek als je niet kan roken. En die tijd heb ik ook gehad. Dus het is toch een verslavend middel, gewoon klaar. Maar ja, je zag mijn eerste blow. Die heb ik al gerookt thuis. 2 stuks. Net al eentje, hier dus 3. Maar ik zit nog te trillen, kijk, ja. En dat krijg je niet gewoon... Snap je? Dat is gewoon je hele lichaam. Je blijft altijd maar mijn nagels bijten. Ik zit altijd met mijn eigen te vervelen. Ik ben gewoon een lopende tijdboom, gewoon klaar. Ik ben niet gevaarlijk voor de maatschappij, maar... Ik ben iets agressiever gewoon, zwaar agressief. Het allereerste begin, ja, toen dronk hij wel, maar daar zag ik geen alcoholist in. Hij is echt geworden in Lelystad en in Zeewolde. Ik was er nooit. Ik had een kind en je kwam dan wel s'nachts thuis en dan keek je wel of hij sliep en zo. Dat was een babytje. Ik liet dat je land doen, ik zat altijd in de kroeg. Ik was onderweg. En dan zat ik daar in een kutdorp met 3 winkels, met 2 kinderen. Hij kwam niet naar huis. Ik kon geen geld brengen, ik kon geen boodschappen doen. Dat was gewoon heel erg, daar. En toen kon ik er even niet meteen gaan. En toen ben ik weggelopen. Met mijn kindjes. Ik weet niet hoe ik het gedaan heb en hoe ik het gepresteerd heb. Weet ik echt niet meer, ik kan me echt niet meer herinneren. Ik weet echt niet meer hoe ik thuis ben gekomen bij mijn ouders. Nou, op het laatste word je zo erg. Dan zei ik tegen Jojo, ga even een biertje drinken. En dan ging ik woensdags weg en dan kwam ik vrijdag thuis. Ja, dan zat ik wel in de kroeg. Maar zo gaat het leven dan niet. Nou, toen heb ik gekozen voor mijn gezin. Toen ben ik gestopt met de alcohol. Wat heeft jij door die tijden heen getrokken dan, dat je er toch bij hem bleef steeds? Het houden van, denk ik. Het was mijn eerste echte vriendje. Denk dan. Ik heb alleen met de woningbaanprobleem. Sociale dienst heb ik niet. Ik heb WO. Al 18 jaar lang. En ja, klaar, ik heb wel eens moeten vechten omdat ze niet storten. Dat ze eigenlijk moest gaan werken. Nou, ik ga niet meer werken. Klaar, dat weten ze. En als ik werk, nou, dan blow ik. En als ik kan blowen, het werk word ik weggestuurd. Nou, er leggen na 26 keer hetzelfde verhaal bij die spiegeljater. Klaar. En ze hebben geprobeerd dat ook van blow af kan komen. Nou, dat lukt niet. Dus ik ga nooit meer van mijn leven werken voor een baas. Of er moet een baas komen die zegt, ja, mag ik de hele dag blowen? Laten we toch werken, hè? Klaar? Nou, dat is, dat ken waarschijnlijk niet in dit land. Dus ik heb een WO'tje. Nou, is dat lekker? Hopla. Ik kom maar bij bed wanneer ik wil. Ik hoef geen sollicitatie meer te doen. Wat doe ik, meneer? Ik heb toch een ganse leven?
heb stukloon gestaan, ik heb in fabriek gewerkt, ik heb stroomputten leeggehaald, ik heb alle kankerdingen gedaan ter wereld die bestaan. En overkreeg een rolschop. Klaar? En we hadden het hier vanmorgen nog over, met een uitkering of een WO'tje. Wat moet je dan in deze maatschappij nou mee gaan doen? Je legt aan de geel honger. Het wordt steeds erger. Dus ja. Zo is dit lekker begonnen en ik vind het kicken. We gaan steeds vorderen. Misschien wordt het nog wel wat. Dus ja, ik zal hier wel veel. Zolang de zaak open is, ben ik hier gewoon. Klaar. En als zullen ze mijn WO in beslag nemen, douw die kanker-WO in je reet, dan gooi ik een handgranaat weer naar binnen en dan krijg ik weer strafuitkering. Ik heb mijn afkanker. Ik hoor niet in deze maatschappij. Nou, dat heb ik tegen het gak verteld. En het gak heeft tegen mij gezegd, je hoeft tot je 55 niet meer terug te komen. Ga maar op het strand liggen of ga maar wiebelen. Nou, ik zeg het niet een dove. Ik haat gezag. Als het eerlijk gezag is, doe ik mee. Maar als het onterecht is, doe ik niet mee. Klaar. Daar ben ik heel eerlijk in. Het is af en toe oneerlijk verdeeld gewoon. Een leuk straatje. Oude staaldek. Dit is Schilderswijk. Dit is hartje Schilderswijk. Koningsstraat. Boekenstraat. En ja. Hey! En ja, dat is gewoon kicken. Hier ben ik gewoon geboren. Naast de bioscoop. Hier had je Rossi en Thalia. Dat waren bekendste bioscopen. Bij de ene bioscoop draaiden ze alleen maar kung fu films. Dus als je daar uit kwam, moest ik eruit kunnen. Dan schopte je de kanker buiten. En de andere, ja, dat was een beetje seksbioscopie en andere films. Het was echt een Schilderswijk. Dit was er niet. Dat was allemaal huizen. Er hingen lakens buiten en de mensen zaten voor de deur. Dan moet ik even kijken, want hier heb ik gewoond. Kijk, mijn plein. Ik weet niet of we daar kunnen komen. Daar stond mijn huis ongeveer in dat gat, waar dat gat nou is. Waar een hele oude huis zit, dat doorliep helemaal rond. En iedereen had een duiventil op zijn dak. En veel ruzie over de duiven, de vaders. Ja, en nee, hier ben ik een beetje grootgebracht. Mijn moeder is gescheiden en mijn biologische vader, mijn echte vader, nou ja, laat die man gelukkig blijven en niet bij mij komen vooral. Klaar, daar heb ik geen zin in. Dat is zo lang geleden, weet je. Misschien is die ook wel getrouwd en weer andere kinderen. Zo gaat dat gewoon in het leven. En de een gaat er heel moeilijk mee om en ik niet. Het is een gesloten boek. Omdat hij heeft laten zitten? Dat kan ik ook niet zeggen, want ja, ik weet niet wat er afgespeeld is. Weet je, hij heeft mijn moeder in de maling genomen. Dat denk ik wel, want er is wat gebeurd. En ik weet het fijne er wel van, maar dat heeft geen nut. Klaar. Dat blijft binnen en dat hoef je niet om een doek te zetten. Het is gewoon, hier is het gebeurd. En vanaf hier ben ik naar het huis toe gegaan en klaar. Dan hebben we hier. Is dit het oude paviljoen? Daar zo, dat stukje wat daar zit. En dan moet je je voorstellen dat hier zo. Dit was er allemaal niet. Hier was één grote huis. En die stond gedeeltelijk tot dit. En dan was hier de ingang. Ik moest gewoon even, omdat ja, op dat moment. Kon het gewoon niet anders. Je had projuvitute geloof ik toen die tijd, in mijn tijd. En ja, die besliste over je, of je nou met je vader of je moeder meeging. Daarom heb ik zo'n hekel aan die kankerstaat ook. Dat was toen gewoon de staat die je deed. En ze plaatsen je gewoon maar in het huis, klaar. Dat was al. En dan zat je hier achter de muren. Hier mochten wij dan van het huis doorheen. Naar de kerk toe. En dat was bijzonder natuurlijk. Ja, we mochten waarschijnlijk niet gezien worden aan de voorkant. Maar we kwamen ook heel weinig buiten, hoor. Later werd het wel anders. Toen kwamen de vrouwen, waren niet zoveel nonnen meer. Toen mochten we naar het strand en zo. Maar die kerk, ja, daar heb ik wat tegen staan te trappen en te voetballen.
Je speelde hier gewoon. Het was een taan. Je kon er ook niet uit. Mijn moeder had nog, geloof ik, hier gebracht, als het goed is. Toen heb ik hier een maand gezeten. Toen heb ik mijn moeder niet gezien. Toen mocht mijn moeder laatst, na een maand geloof ik, dan moet ze hier wennen. Toen mocht mijn moeder elke woensdag geloof ik komen. En daarna mocht je weekenden naar huis. Maar dat duurde heel lang. Dus ja. Als mijn moeder wegging, stond ik op het balkon, dat weet ik nog wel. En dan had ik daar een, wat was dat, een petroleumstelletje. En daar rooste ik mijn brood op. En dan hadden we geroosterd brood en ik had twee kippen op het balkon. En twee duiven. En die duiven die vlogen elke keer uit en die kwamen terug. Die had ik achter in de tuin gevonden. Als mijn moeder dan woensdags wegging of zondags, nou, dan stond je daar boven de bron te huilen. En je moeder zwaaide dan tot het einde. En dan was het gewoon weer 14 dagen niet zien. Ik denk dat mijn moeder en vader allebei misschien jaloers zijn geweest. En dat mijn vader me hier heeft gedouwd. Jij niks, ik ook niks. En er is dan van uitgekomen dat ik daar de dupe van ben geworden. En dat wou ik mijn kinderen dus nooit doen. Ik heb dus ook met Jolanda af en toe ruzie gehad, bijna ook in de scheiding gelegen. En toen heb ik wel voor gezorgd dat mijn kinderen nooit in zoiets geplaatst werden. En ik was alcoholist, maar dat speelde wel heel vaak in je hoofd mee. Net op de grens dat je te ver haalde, dat je te ver ging, dacht je aan dit. Om een nieuwe klacht. Ja. Er is al een keer wat aan gedaan door de woningbouw, maar het wordt steeds erger, dus nog niet genoeg. Over die duiven achter ons. Ja. Het balkon naast die man zit nog zo verschrikkelijk vol met de stront en de stink, nog zo verschrikkelijk. Ja, ja, dat was van de buren. Hè? Ja, ja, hebben het nog niet schoongemaakt en nou hangt mijn vrouw twee dagen de wasbaat en zit helemaal onder de stront, maar dan komt dat, ja, de leefstand ga je nu ook zien, hè? Is ja. Die duiven, ja, is het niet mogelijk dat jullie net hangen voor die lege huizen of zo? Ja, dat denk ik wel, want een normaal iemand zoals wij, die doen ons balkonnetje met hem. Het is maar een droom hoor, maar Haagse Sony daar, nou dat had al niet zo eruit gezien. Dat had groen-geel geweest, zeker voor de kust. Dat ze toch nog weten dat er een mafkees hier woont. Dat had een flaf van Den Haag uitgestoken, of zeker. En die hele balkon had daar met 5 wietplanten gestaan, elke verdieping. En daartussendoor had ik ook nog wel wat gezet. Want ja, moet je kijken, er groeit, kijk, dat bedoel ik nou, er groeit gas daarop. Dus die plant die groeit daar ook op. Snap je? We moeten nou nog in dat kut Holland doen, man. Moest kijken. Maar het is net wat Joost zegt, we zitten gewoon met één nadeel. We hebben kinderen en ik ga niet mijn kinderen ervoor uitlopen. Lopen douwen en lopen schoppen en lopen zeggen, hoe pleur op, dan ken ik weg. Nee, mijn kinderen blijven desnoods bij mij totdat ze er nooit meer uit willen. Dat is geen probleem. Heb jij een pootje bij je? Ja. Heb jou nat groot? Ja, maar hij lijkt net zo goed. Ik wil niet. Duiken dan, Jo. Ik wil een beetje dadelijk van de wiet af, dat ik dan niet meer rook.
En dan alleen maar zonder stoont of een keer het leven door te gaan, dat lijkt me ook wel kikkie. Je gaat hier wonen, je gaat je aanpassen aan de cultuur. En dan zou je misschien 2 blootjes roken of 1 voordat je s'avonds naar bed gaat of helemaal niet meer, je weet het niet. Maar mijn toekomst is wel hier ergens wat, wat vast te krijgen. Hallo? Nu? Moet je vel hebben? Kankertelefoon in Spanje. Netwerk reageert niet. Kankertelefoon. Schaats, niet dan. Ga naar huis. Ik ga echt naar huis. Zonder telefoon kan ik echt niet leven. Jo, ga maar even die telefoon bekijken, want ik ga zo naar huis doen. Dus ik ga zo vliegtuig boeken. Daar is er de bericht in, joh. Ik ben niet van deel. En dan ben ik 12:44. Jo, aansteken. Heb ik geen beltgoed meer? Ze hebben mijn 3 kaarten opgenomen. Nou, moet je... Nee. Ik kan ons nummer kopen. Ja. Denk je dat gloeiende kankertjes de kerstman ben of zo?